Vroeger namen mijnwerkers kanaries mee de mijn in. Als er gevaarlijke gassen lekte, dan stierf de kanarie. Een teken voor de mijnwerkers om de onheilsplek meteen te verlaten. Het beeld van de kanarie in de mijn wordt ook gebruikt voor Joden. Joden waren regelmatig doelwit van vervolging en pogroms. Meestal als reactie op grote maatschappelijke onzekerheid. Vandaar dat beeld. Als het slecht gaat met de Joden, dan loopt de hele samenleving gevaar. Hoe is het nu gesteld met de Joden in Europa? Is er veel antisemitisme? Zijn de Joden bang na de aanslagen op Joodse instellingen in Frankrijk? Het antisemitische geluid van Britse politici. I haven't offended anybody. I've stated a historical fact. Het openlijk antisemitisme op social media dat overal klinkt. Jullie gaan deze strijd verliezen. In dit drieluik peilt Hanneke Groenteman de stemming in Engeland, Frankrijk en Nederland. Why is the US such a staunch bastion of support for Israel? Als mensen mij vragen, ben jij bang voor antisemitisme, dan weet ik eigenlijk nooit goed wat ik moet zeggen. Want natuurlijk moet ik er iets van vinden. Ik ben tenslotte Joods en ik heb zelfs de oorlog aan den lijve meegemaakt, ondergedoken geweest. En we hebben heel wat familieleden verloren. Dus het antisemitisme heeft in mijn leven eigenlijk een heel belangrijke rol gespeeld. Deze film is precies de zoektocht die ik zelf ook heb. Van, hoe zit het nou met dat antisemitisme? Het wordt zo makkelijk gezegd. Allemaal antisemieten, luister maar, kijk maar in het onderwijs, moslimjongetjes. En voor je het weet heb je een soort bubbel van angst. Van, oh god, het antisemitisme neemt toe. Aan de andere kant voel ik het gewoon niet zo. En wil ik wel eens onderzoeken of het een gevoel is dat mensen hier hebben in hun buik, of dat het feiten zijn. Zou u gewoon met een keppeltje op door de buurt gaan lopen? Hier, ja. Deze buurt wel. Deze buurt wel? Ja. Ergens anders niet? Nou, ik denk dat ik dat in Amsterdam-West minder graag zou doen. Het is een beetje ons domein hier, of tenminste onze regio. Ik kom zelden in, laten we zeggen, de overige drie windrichtingen van Amsterdam, Noord, Oost, West. En als ik dat kom, dan heb ik ook mijn pet op. En in West, wat is dan het verschil met West? Nou ja, dat weet u zelf ook. Daar is de bevolking voor een groot deel van die aard dat ze het erop gemunt hebben om iets te doen. Wat geeft tegenover een Joodse mensen, tegen de Joodse bevolking. Ik heb een kiepen onder mijn pet, maar ik doe wel een pet op. Waarom? Omdat ik gewoon geen vervelende opmerkingen wil. Heeft u, een van twee, het gevoel dat het antisemitisme weer de kop opsteekt? Ik zie wel dat iedereen, dat de jeugd wegtrekt. En dat heeft meerdere redenen, maar persoonlijk merk ik het niet. In de sociale media zie je het wel opkomen, als we meer en meer. Facebookgroepen, dat soort dingen, daar zie je reacties, antisemitistisch, altijd. Met iets gebeurt over Israël, is altijd de Joden dit, de Joden dat. En als er aanslag gebeurt tegen de Joden, is altijd goed voor ze, hebben ze verdiend. En alle Joden moeten dood en dat soort dingen. Ik wil graag weg uit Nederland. Ik wil gewoon weg, omdat ik het idee heb dat het inderdaad niet beter hier, dat het gewoon. Ik vergelijk het een beetje met Hitler-Duitsland in de 30e jaren. Nou. Dat is een redelijk extreme vergelijking, maar ik zie dat zo. Dus je hebt nu nog de kans om in vrijheid weg te gaan. En dat moet je gewoon doen.
Het is natuurlijk niet heel gek dat ik niet vaak geconfronteerd word met antisemitisme. Want ja, ik zie er niet heel herkenbaar Joods uit. Maar wat nou als dat wel zo is? Je draagt een keppel of je bent rabbijn. Kijk, hier hebben ze nodige camera's voor de synagoge. En voor het gemeenschapshuis, de achterhuis, camera's. Dus naroepen, schelden, nog meer? Ja, auto's op je inrijden. Ja, dat is ook gebeurd. Echt? Ja. Maar niks gebeurt verder met mij. Het was wel een poging. Ja, u kijkt erbij. Van, ja, wat moet iedereen wel eens, maar ik nog nooit, hoor. Nee. Nou, zet een hoed op en koop een baard en kijk wat er gebeurt. Ja. Daar hangt de camera. Om de hoek hangt een camera. Drie camera's. Ja, maar achterkant ook nog eentje. Ook nog eentje. En dan nog twee in het steegje achter het huis. Maar dit geeft u dus toch wel een prettig gevoel? Ik merkte op een gegeven moment dat dit mij een prettig gevoel gaf. En dat daar schrok ik van. Omdat het opeens tot je doordrong? Ja, dat ik me kennelijk dus niet zo veilig voelde. Ja. We liepen hier, er kwamen een paar jongetjes naar me toe, Heil Hitler. En ik ben naar de jongens toegegaan. Meestal lopen ze dan weg, dus dan kan je geen kant op. Maar soms ook niet. En ik heb met ze gesproken, had natuurlijk niemand dat gezegd. Ja? Maar ondertussen zie je dat je... En wat zegt u dan? Ik zeg, heb ik dat nou goed gehoord? En snap je dat je daarmee pijn mee doet? En wat bedoel je er eigenlijk mee? Nou, op een gegeven moment zeggen ze, ja, niet gezegd, wel gezegd, begrijp je? En we snappen dat. Maar je weet toch niet wat dat... Kijk, dat is tenminste zinvol. Dus met ze praten. Praten. Zonder praten kom je nergens. Je krijgt nooit vrede door je mond te houden. Kijk, je kan niet zeggen dat er antisemitisme is, maar dat was altijd, er is niks veranderd. En het is alleen maar mijn gevoel. En natuurlijk, Jereins de Kolder, er is een reële dreiging. Met de vluchtelingen die nu hier naartoe komen, uit Syrië bijvoorbeeld. Ik heb hier in Syrië thuis gehad. En die vertelde mij, hij is opgevoed met de wetenschap dat je Joden moet verdelgen. Nou, als je op een gegeven moment wordt grootgebracht in een land waar je wordt aangespoord om Israël en Joden te haten, dan is het normaal dat je dat ook overneemt. Ja, paniek zaaien is ook weer niet juist. Moet je ook niet willen, moet je ook niet doen, doe ik ook niet. Maar je kop in het zand steken, vind ik... Ik wil niet dat op een gegeven moment, als God behoede, het erger en erger wordt. Men kan zeggen, de oprabijn heeft gezwegen en het verzwegen. No way. Wow. Dag, rabijn Evers. Hallo. Wat zit erin? Nou, allemaal spullen die we meenemen naar Duitsland. U wordt daar opperrabijn, hè? Ik word opperrabijn van Düsseldorf. Echt? Ja. Als je duidelijk herkenbaar bent als Joods, word je dan wel eens nageroepen, nagescholden. Met de meest vreselijke dingen, zoals hier gewoon in de buurt met Hamas, Joden aan het gas. Hier in de Apollo-buurt? Gewoon in de Apollo-buurt gebeurde dat. Bent u zelf nooit bang? Ja, ik mijd natuurlijk de plaatsen waar antisemitisme te verwachten is. Of waar verwensingen of uitschelden te verwachten is. Dus daar ga ik gewoon niet naartoe. En ik denk dat de meeste mensen zich indekken daartegen. Ze doen dus alle duidelijk herkenbare tekenen van Jodendom doen ze af. Geen keppel op straat, ze dragen een petje, geen magenta wit, zo'n Davidster op je hals. En alle uiterlijkheden van het Jodendom worden verborgen of niet. Maar dan duik je toch weer onder? Het is een heel klein beetje het onderduikgevoel, ja. Daar ben ik helemaal mee eens. En dat is heel vervelend, zo'n gevoel. Ja. 2016. Ons land. Onze Joden. Ik heb nog steeds het gevoel dat je maar beter niet zo duidelijk kan laten blijken dat je Joods bent. De kernvraag, wordt het erger? Nou, ik krijg steeds meer geluiden te horen van, over 5 jaar moet hij weer weg zijn. En ze zien dus duidelijk een trend van stijgend antisemitisme en of stijgend antizionisme. Eigenlijk ben ik verbijsterd over wat ik tot nu toe heb gehoord. Mijn Amsterdam, waar ik geboren en getogen ben, dat was zo ongeveer de meest Joodse stad van Europa, het Jeruzalem van het Westen. En dat veranderde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo'n 80% van de Joodse bevolking kwam nooit meer terug. Maar ik dacht dat dat nooit meer zou gebeuren, niet meer zou kunnen. Maar nu steekt het opnieuw de kop op. Wat is antisemitisme eigenlijk? Antisemitisme is een multifunctioneel projectiescherm. Je kunt je al je frustraties, je rancunes, je ergernis over ontwikkelingen in de maatschappij,
kun je op de Jood afreageren. Het bestaat eigenlijk uit een structuur, zou je kunnen zeggen, van allerlei vooroordelen tegen Joden. En je kan eigenlijk wel stellen dat het antisemitisme een aaneenrijging is van stereotypen die zich aan elkaar gehecht hebben. Dus de Jood als Christusmoordenaar, want het is pas echt begonnen met het christendom. Denk aan bloedsprookjes, ze slachten kinderen voor hun matzes. En dan heb je de woekerjood, de Jood en de geldhandel. En dan heb je natuurlijk de machtige Jood, dus de protocollen van de wijze van Zion. Joden zitten overal achter. Nou, en die willen eigenlijk de hele wereld beheersen. Dat was er allemaal al. Voordat Hitler aan de macht kwam, die de Joden wilde uitroeien. Want het was zij of wij. En daarna zijn er eigenlijk twee nieuwe domeinen gekomen, terreinen zeg maar, die dat bovenop al die oude zijn gekomen. En je zou kunnen zeggen dat de Holocaust, dus de moord op de Joden, de genocide, en Israël, de oprichting en het bestaan ervan, zich alle twee tegen de Joden hebben gekeerd. Terwijl nu is een veel gehoorde uitspraak. De Koran en de islam is antisemitisch. Even voorbijgaand aan het christendom. Het is niet zo, als Fleur Agema van de PVV een keer heeft beweerd, dat het antisemitisme grotendeels is geïmporteerd door Marokkanen. Pardon was ook een reactie op internet. Was Mussert, was dat ook een Marokkaan? Nou, dat was natuurlijk een hele geestige opmerking. Maar het is wel relevant, want antisemitisme is bepaald niet alleen iets van moslims. Het is zeer zeker op dit moment het meest virulent onder moslims die zich als het ware nog veel sterker met Palestijnen bijvoorbeeld identificeren. Omdat ze zichzelf onderdrukt en gediscrimineerd voelen, wat vaak trouwens ook nog eens een keer het geval is. Dus identificeren ze zich met de Palestijnen die onderdrukt worden door de Jood. En de Jood is de vijand. Als er anti-Joodse gevoelens zijn en die worden sterker, dan wil dat ook zeggen dat anti-gevoelens tegen de anderen sterker worden. De moslim, de zwarte. Dat is de functie van de kanarie in de kolenmijn. Ik zou het liefst met moslims willen praten. Ik bedoel, alle Joodse verhalen, die kan ik uittekenen. Manu Bouzamour is schrijver en columnist. En hij heeft met zijn debuutroman De Belofte van Pisa een boekje opengedaan over de Marokkaanse cultuur waarin hij in Nederland is opgegroeid en hoe daar over Joden werd gedacht. Wat was het voor gezin? Gezellig, groot, geestig ook. Dat is heel leuk opgroeien. Ja? In de stad. Het woordje jodenhaat, antisemitisme, hing dat bij jullie in huis? Nee, dat was, het hing niet in huis. Maar het was gewoon een soort, er hing wel een soort algemene sfeer van algemene afkeer voor andersdenkenden. Dus iedereen die niet zo dacht en niet zo was zoals wij, ja, daar had je een beetje, die haatte je een beetje of zo. Ik luisterde heel vaak samen met mijn broer naar klassieke muziek. En dan dimden we het licht en dan gingen we samen een beetje mijmeren over het leven. En, ik op het stapelbed en hij eronder. En als we de klassieke muziek dan iets te hard op hadden staan, dan schreeuwde mijn moeder altijd, ja, zet die jodenmuziek eens uit, weet je wel. En waren er meer van dat soort dingen waarvan je dacht, ja, nooit met zoveel woorden, maar het was er? Heel vaak gingen we naar het voetbalpleintje, het Hendrik de Keizerplein. Daar voetbalde ik heel veel met mijn broers en vrienden en iedereen. Ja. Ik denk dat daar zich de grootste jodenhaat zich manifesteerde. Weet je wel, wij kregen dat allemaal te horen en te zien als we op dat bankje zaten. Al onze broers die maakten die tekeningetjes, die schreven die leuzen. Als ze bijvoorbeeld een goal scoorden, dan gingen ze in een formatie de goal vieren. En die formatie bestond dan uit allemaal Hitler groeten en zo. En dat vonden wij als jochies die aan de zijkant van het veld stonden zo tof en zo stoer, dat we dat de volgende dag gewoon nadeden.
zonder te weten wat we eigenlijk aan het doen waren. Dus het is, ja, het is, we dachten er niet zo over na. Nee. En bij jullie thuis kwamen, hadden jullie wel eens Joden over de vloer? Of kenden nee, je Joden? Nee, niet. Op het lyceum bijvoorbeeld, ja, dat was de eerste keer dat ik echt in aanraking kwam met een Joodse jongen. Alain, die bij mij in de klas zat. En ik kan nog echt herinneren dat, nou ja, de eerste paar uur dat ik daar toch echt een beetje van geschrokken was. Want ik zit wel gewoon met een Jood in de klas. en gaandeweg, nou ja, leerden we elkaar beter kennen. En hij hield net zoveel van Ajax als ik. En hij hield net zoveel van meisjes als ik. En van lekker eten en feesten en klieren en kloten. En verschilden we eigenlijk niet zozeer van elkaar. Is het denkbaar dat er nu op dit moment ook weer een hele volksstam Marokkaanse jongetjes opgroeit met hetzelfde benauwde wereldbeeld wat jij meekreeg? Ik vrees van wel, ja. Ik vrees het wel. Ik denk dat we daar heel veel last van gaan krijgen. Mijn antisemitische wereldbeeld veranderde vooral door films. Hoe kan je na het zien van Schindler's List, Stalag 17 en De Pianist nog een greintje jodenhaat in je harses hebben? Vrijwel onmogelijk. Film is het krachtigste wapen geweest tegen mijn jodenhaat. Toen ik als kind op het Hendrik de Keizerplein speelde, was antisemitisme net zo gewoon als ademen. Soms heeft men een gids nodig om door de donkere wolken van onwetendheid te worden gesleurd naar kennis, licht en empathie. Ik stel mij daarom graag ten dienste als klovendichter, een ex-antisemitische, militant-humanistische, enigszins gecultiveerde kut-Marokkaan die zich met ziel en zaligheid wil inzetten tegen jodenhaat. Voor de Joodse gemeenschap zijn die Marokkaanse jongens het gevaar. Mm-hmm. Voor de Marokkaanse jongens zijn de Joden het gevaar. Ja. Moeten we daar nou mee? Ja, dat we moeten daar uitbreken. Er moet niet zo gedacht worden. Dat moet eens klaar zijn. En dat is wat ik probeer te doen met mijn schrijven, met mijn lezingen, met mijn alles eigenlijk. Oké, ik ga voorgeven. Ik ga voorgeven. Mag ik meedoen? Ja, ga dan. Nee. Ga. Jawel, ze doen mee. Nee, jij ook. Oké, okay, wel aardig zijn voor elkaar. Kom, speel. Wat spelen we? Hij speelt wel ruw. Max van Wezel is een linksgeoriënteerde journalist. Wij stammen een beetje uit dezelfde tijd. We stonden voor dezelfde waarden als tolerantie, solidariteit, vrijheid, opkomen voor minderheden en zo. Ik ben benieuwd hoe hij nu tegen onze samenleving aankijkt. Max, waar zijn we? We zijn op de hoek van de... Wacht even, er komt even een jeugdbende voorbij. Hallo, gaat het? Loop voor mijn moeder, man. Ja. Gaan ze dan naar de buurt? Dit is de hoek van de Gaspstraat en de Lekstraat. En waarom staan we hier? Omdat we tegenover niet echt mijn geboortehuis staan, maar het huis waar mijn opa en oma hebben gewoond. Wat was dat toen voor buurt? Nou ja, het was een beetje een getraumatiseerde buurt, omdat er ontzettend veel Joden woonden toen die terug waren gekomen uit de kampen of uit de onderduik. En nou ja, dat gold voor mijn grootouders dus ook, van toen ze in 1945 uit de onderduik terugkwamen. Dit is een van de huizen die gekaapt was door een NSB-familie. Het deel waar we nu staan was eigenlijk een deel van de wat kleinere arbeidershuisjes. En die is, sinds we de multiculturele samenleving hebben, behoorlijk van kleur veranderd. Dat zet wel eens een stempel op dit deel van de buurt. En wat bedoel je met stempel zetten op? Nou, dan moet je bij de speeltuin kijken. Dan zul je ontzettend veel, nou niet echt gesluierde meisjes, maar nee. Ja, veel meisjes met hoofddoek. Ik vraag me wel eens af, hoe denken ze, wat doen ze, hoe leven ze? Heb jij het gevoel dat we zicht hebben op hun innerlijke leven, op hun leven eigenlijk? Vraag me bij ieder meisje met een hoofddoekje af van wat zou er in dat hoofd omgaan? Wat zou die geleerd hebben over Joden?
Hoe ziet ze de wereld? Ja, ik kan dus heel slecht in het hoofd kijken van mensen die eigenlijk denken, we wonen hier wel, maar we wonen hier te midden van de vijand. Want dit wordt eigenlijk bij het rijke Europa en het Amerikaanse imperialisme en de Zionistische wereldheerschappij. Ik kan daar helemaal niet bij. Ik heb zelf wel eens wat aanvaringen meegemaakt met Marokkaanse jongens in het De Mirandabad. En, wat bedoel je met aanvaringen? Nou, ik draag zo'n Davidsterretje als ik zwem. En dan krijg je toch gauw een groepje jongens om je heen die roepen van... bent u Jood, meneer? Bent u Jood, meneer? Dus je hebt een Davidsterretje om? Ja. Is dat omdat je blijft drijven dan, of wat? Ja, dat helpt, hè? Dat doet meer aan de Dode Zee denken. Dus jij hebt een Davidster om? Daar reageren ze op? Wat zeggen ze dan? Nou ja, dit soort dingen van Joden... Maar je moet de discussie aangaan. Maar niet het dingetje afdoen? Nooit. Nee. Nee, het is wel het zwembad van deze buurt. En dat was wel een hele grote Joodse buurt ooit. Dus niet de rollen omdraaien. Niet van als je Joods bent, je Davidsterretje afdoen. Omdat er nu ook Marokkanen en Turken in de buurt wonen. No way. Als je gewoon het gesprek begint en vraagt van... waarom roep je nou weer kankerhoer of zo... Mensen gaan het uitleggen. En vaak krijg je hele interessante gesprekken over hun stageplaats die ze weer niet hebben gekregen. En, het maakt het niet beter om iedereen voor kankerhoer uit te maken, maar je hoort wel hun levensverhaal. Ik zie het voor me, jij in dat zwembad, in je zwembroek. Jij ziet me niet als held, geloof ik. Nou, ik zie je niet in zwembroek. Dat is eigenlijk meer een probleem. Oké. Max van Wezel zegt dat we met elkaar moeten praten, dat we de discussie moeten aangaan. Als hij het durft in zijn zwembroek, dan durf ik het ook. Wat is dat voor filmpje wat je gaat laten zien? Het gaat over die kanker-Amerikanen. Dit is een onthoofdingsfilmpje. Kijk, hier laat je zien dat dit zo graag iets is, maar het is gewoon Amerika. Hoe weet je dat het Amerika is? Het wordt in Turks verteld, maar ja. Stuurde onveilige en aggression towards the Islamic State en aggression towards Muslims. ISIS is gewoon Amerika. ISIS zijn geen islamieten. ISIS zijn geen islamieten? Nee. Oh. Het zijn gewoon kankerflikkers die islam willen kapot maken, zwart maken. Aha. Je wilt islam verbreken, maar het gaat niet lukken, vriend. Fuck Amerika! Fuck de kankerjoden, vriend! Fuck Obama! Fuck Obama! Kankervijanden! Ah. Free, free Palestina! Hé. Hey. Maar als jullie zo tegen voor Palestina zijn, dan zijn jullie dus heel erg tegen Israël? Is het ook tegen Joden? Nee. Fok Israël en fok Obama, want ze werken allemaal samen. Ze willen alleen die landen pakken van hen. En Israël, wat vind je daarvan? Israël moet gewoon stoppen met mensen te doden en die land te pakken van Palestina. En als ik zeg ik hou van Israël, wat zeg jij dan? Ik zeg dan, ja, ga je gang. Dan kom je ook op die problemen. Kom ik ook in problemen? Yes. Wat voor problemen dan? Ja, ik weet niet. Dat zie je wel, denk ik. Ik hou van Israël. Ja? Ja. Oké, dat is jouw mening? Ja. Mijn mening is fok Israël. Fok Israël. Maar dan wil ik nog even terug naar wat je eerst zei. Tegen de politie zeg ik wel, als ik het niet met ze eens ben, kankerjood. Ja, dat is gewoon een vijand. Kwaad. Maar de politie is toch geen jood? Hij doet net als een jood. Hij doet net als een jood? Ja, vijandjood. Net als een... Hij doet net als een vijandjood. En als je tegen mij kankerjood zegt en ik word bang, vind je dat logisch? Dat vind ik wel erg gewoon, ja. Dat is wel erg, maar ik zeg niet zomaar tegen een jood kankerjood. Als er iets is, dan pas zeg ik een kankerjood.
wat hun zeggen, zeg ik ook. Ja, als ik veel van mensen hoor, zeg ik gewoon kanker, joh, klaar. Ik weet ook niet waarom. Maar moet ik dan kanker krijgen of iets? Nee, jij niet. Ik niet. Nee, niet. Maar ik ben wel een Jood. Ja, maar ik weet niet. Het is gewoon... Ja, dacht ik, waar ga je? Ik weet niet hoe... Waarom zeg je kanker, Jood, dan? Ik weet het ook niet. De grote vraag waar wij natuurlijk naar op zoek zijn... Lopen Joden, daar gaat dit programma nu helemaal over, lopen Joden echt gevaar? Met al die anti-Israël gevoelens en al die elkaar ophitsende jongelui op de social media. Nou, die social media zijn in zoverre gevaarlijk dat het een soort veenbrand is die zich ongelooflijk snel verspreidt. En dat als er iets geblust moet worden, dan is er geen brandweer in de buurt. Terwijl een groep jongens die staat te schreeuwen, daar kan je nog op afgaan, daar kan de politie nog iets aan doen. Maar die social media, dat heeft een omvang, dat kan ik me helemaal niet voorstellen. Doden van vrouwen en kinderen, beschietingen. Je ziet duidelijk, hier worden gewoon een normale burgerpopulatie... wordt hier enorm onrecht aangedaan. Dit zijn er wraakzuchtige mishandelingen. Het leger, de politie, helemaal in elkaar getrapt. Oh, hier zien we martelingen. Er alles erbij en de compilaties en alles. Er is wel heel bewust... Dit wil ik liever niet zien. Nee, dat snap ik. Daar zitten ze dus naar te kijken? Ja. Werkt wel. Op mij tenminste wel. Ja. Behalve dat nou ja, ik niet... op hun dus ook, want ze krijgen hier dus een onrechtvaardigheidsgevoel van. Als je nou eens een keer zo'n filmpje op je telefoon hebt gehad, hè? Ik kijk vaak naar poezenfilmpjes. Ja. En dan krijg ik heel veel poezenfilmpjes steeds. Gaat het met die filmpjes ook zo? Ja, dan gaat het met die filmpjes precies hetzelfde, ja. Als één iemand vaak zoiets post en de ander liked het, dan verspreidt zich dat vrij snel. Want dat is nou eenmaal hoe het medium werkt. Dan raakt ook een bepaalde nieuwsgierigheid gewekt. Dus dan ga je er misschien vaker op klikken. En dat is niet eens omdat ze er heel bewust dus naar op zoek zijn gegaan. Maar ja, je komt er gewoon op dat moment mee in aanraking. Wat bezielt ze eigenlijk, die jongens en meisjes? Een jongere begrijpt natuurlijk niet zo goed het conflict in Syrië, omdat dat zijn islamieten onder elkaar. Daarbij weet hij niet dat het verschillende groeperingen zijn. Dat is nou juist ook weer dat gebrek aan context. Maar daarom begrijpt hij het wel beter wat er bijvoorbeeld in Gaza geprobeerd. Want dat is heel duidelijk een andere etniciteit. Dat is heel duidelijk ook een andere religie. Dus dat, ja, dat is logischer. Een van de belangrijke effecten van social media op dit moment, als je je al in Nederland ontheemd voelt, in wat voor zin dan ook. En daar hebben natuurlijk derde, vierde generatie moslimjongeren misschien op dit moment veel meer last van. Want zij horen eigenlijk ook niet bij de islamitische wereld. Want daar zijn ze ook niet helemaal in opgegroeid. Want ze zijn in Nederland opgegroeid. Ze voelen zich eigenlijk ook Nederlander. Ja, dan denk je van ja, ik word hier eigenlijk inderdaad misschien wel weggezet als radicaal. En ik heb geen toekomstperspectief, want ik kan geen baan vinden. Maar kijk, daar zit ineens een hele stoere groepering van mannen. En die zien mij wel zitten. Want dan het paradijs wordt beloofd. En ik krijg ook nog een geweer in mijn handen. Nou, dat is misschien ook best wel cool. Mijn gevoel is eentje van ontreddering, van chaos. Ik voel dat zelf. Ik heb eigenlijk het gevoel dat al die jongens die met die filmpjes lopen ook een soort van ontreddering hebben. En dat het doel is van de propaganda precies dat. Ja. Breng ons maar in de war. Ja, dat is heel
terecht dat je dat ook zo ervaart, want zo is het namelijk ook. Kijk, elk conflict wordt voorafgegaan door chaos. Je hebt chaos nodig om mensen tegenover elkaar te zetten en om conflict te creëren. Het is ook letterlijk een oorlogsstrategie. En dat heeft niks te maken op dit moment met jihadisme. Dat, zo werkt dat altijd. Kijk naar de junta in Argentinië, kijk naar rebellenoorlogen in Congo. Het jammere is alleen dat door social media mensen veel sneller tegenover elkaar en veel makkelijker tegenover elkaar komen staan. Omdat de informatie veel makkelijker, ze kunnen makkelijker bereikt worden. En dat is natuurlijk nieuw in deze. En is mijn gevoel dan heel raar dat zoals wanneer je in droog stro een vlammetje steekt, dan heb je een brand? Ja. Is dit ook zo'n soort brand? Ja, in die zin is het een vuur wat heel moeilijk tegen is te houden, ja. Ja. Wat waar is, is dat er groepen pubers zijn, jongens meestal, die ja, denken dat er een soort sionistisch wereldcomplot is, dat en op de Palestijnen uit is, maar ook op iedere werkloze jongere, moslimjongere in Amsterdam. Dat Israël achter de Islamitische Staat zit, dat Joden achter de aanslag op de Twin Towers zaten. En nou ja, dat beangstigt me. Hoe komen ze aan dat beeld van dat de Joden overal achter zitten? En er is één moment geweest dat ik echt dacht van, ik wil hier weg. Dat was in de zomer van 2014. Dat was het moment dat echt hele radicale Islamitische Staat-aanhangers op de Hoefkade in de Schildersbuurt in Den Haag demonstreerden en de leus dood aan de Joden riepen. Een heleboel journalisten die daarbij waren hadden dat gehoord, maar merkwaardig genoeg had de politie het niet gehoord. En dat was het moment dat echt de angst om mijn hart sloeg van, oh jee, het kan zomaar weer gebeuren. En dan kijken de autoriteiten weer de andere kant op. En dat is een beetje het trauma wat je ouders op je hebben overgedragen. In 1940 keek iedereen de andere kant op. En ik was op dat moment gewoon echt bang en echt op het punt van, kom, laten we onze koffers pakken, we gaan. En ja, ik ben dan altijd bang van, hebben partijen als de PvdA of D66 niet ergens toch een electorale reden om te denken, 1,5 miljoen moslims in de toekomst, 30.000 Joden. We weten wel aan welke kant onze boterham moet worden gesmeerd. Daar kan ik wakker van liggen soms. Hoe zie je de toekomst? Nou ja, ik denk dat er ontzettend veel gedaan moet worden, vooral in het onderwijs aan geschiedenis, aan burgerschapskunde, aan... Er zijn te veel scholen waar ze de andere kant op kijken nog steeds, waar ze die discussie niet durven aan te gaan. En dan krijg je heel gauw dat een schoolklas uit elkaar valt in allochtone jongeren of migrantenjongeren die steeds meer sympathie voor de jihad krijgen. En blanke jongeren, wat ik net zo eng vind, die allemaal bij de fanclub van Geert Wilders horen. In de Nederlandse Joodse gemeenschap is dat een hele sterke traditie van er mag nooit meer dictatuur, er mag nooit meer schendingen van mensenrechten plaatsvinden, wie het ook betreft. En aan de andere kant zie je een stroming opkomen die sterker wordt en zonder twijfel door de regering van Israël wordt gestimuleerd van niks te maken met asielzoekers of vluchtelingen. Dat is ons ding niet. Wij moeten nu de positie van de Joodse gemeenschap beschermen. En dat gaat ook wel met een beetje knokploegachtige sporttrainingen en krachtsportklasjes. Ervaar jij antisemitisme om je heen? Nou ja, er wordt de laatste 10 jaar natuurlijk ongelooflijk gescholden op Joden. Het woord kankerjood is volledig in de Nederlandse taal ingebed, lijkt er wel bij een hele grote groep jongeren. De reactie van mij is overigens niet dat ik er bang voor word, maar ik word er alleen maar kwaad van. Maar wat mij eraan irriteert is het gebrek aan hard optreden van de Nederlandse overheid daartegen. Het heropvoederen van dit soort jongeren, dat idee heb ik al lang verlaten. Daar ben ik ook absoluut geen voorstander van. Oh ja?
Nou, er zijn een hele tijd mensen geweest, ook in de gemeenschap, die zeiden van joh, we moeten die jongeren meenemen naar het Anne Frankhuis. Of er zijn mensen geweest die hebben gezegd, we kopen theatertickets voor ze om naar de Anne Frank de musical te gaan. Of zelfs op de trein naar Auschwitz om daar te zien hoe vreselijk het allemaal was. Ja, ik ben daar volstrekt op tegen. Ik vind het zonde van het geld. En ik vind het ook geen respect naar de overleving van bijvoorbeeld een Anne Frank of wat er in Auschwitz is gebeurd. Ik denk dat de meeste van deze jongens van zo'n lage IQ zijn en van zo'n slechte wil dat geen enkele zin heeft om daar tijd en energie in te besteden. Ik zie dat echt heel hard de verkeerde kant op gaan. En, ja. Nu de vraag. Wat doen degenen die aan ons roer staan? Wat moeten we doen? Nou ja, kijk, waar het mee zou moeten beginnen is... ik heb wel eens gekscherend gezegd van... het wordt hoog tijd om een atoombom te gooien op Mosul. Het eerste wat zou moeten gebeuren is dat er gewoon radicaal een einde wordt gemaakt aan IS. Want het is natuurlijk, om dan toch in complotdenken te vervallen, natuurlijk volstrekt ridicuul dat zo'n achterlijke staat als IS nog altijd bestaat en nog altijd terreur kan uitoefenen, terwijl ze tegenover al die enorme mogendheden staat. Dat wordt op een of andere manier wordt dat getolereerd. En daar zou om te beginnen een eind aan moeten worden gemaakt. Dat ook het signaal afgeeft naar al die stiekeme fans van IS dat het helemaal niet zo onoverwinnelijk is. Er zijn ook Joodse beveiligers, hè? Er is een organisatie in Joods Nederland die zich op vrijwilligersbasis bezighoudt met het ondersteunen van de taken van de overheid, ondersteunen van de politietaken. Nodig? Ja, ik denk dat het keihard nodig is. Ik bedoel, kijk, een aanslag die verijdeld is, je weet niet altijd of je hem verijdeld hebt. Dat soms merk je dat helemaal niet. Maar ik denk, als je ziet wat de situatie is, en helemaal de laatste jaren, is het keihard noodzakelijk, ja. Als je wilt trachten iets tegen te houden in ieder geval. Waar fietst het heen de komende jaren? Nou ja, het fietst op dit moment heel hard de verkeerde kant op. Je ziet een enorme polarisatie. Niet alleen binnen de Joodse gemeenschap, maar vooral daarbuiten. Dus ik zie met name bij de volgende verkiezingen als rechts in heel Europa, en zeg maar, dan heb ik het over flink rechts, aan de macht gaat komen. Heb je het over PVV hier? Onder andere PVV hier in Nederland. Als die in een machtsblok kunnen gaan vormen. Ja, dan zal dat bij een hele grote groep van de moslimbevolking tot enorme onrust gaan leiden. En ik denk ook wel terecht in dat geval. Dus ik zie een soort van burgeroorlog ontstaan in Europa. En dat is iets wat ik wel heel erg in de gaten hou. Het lijkt wel of door dit zoeken naar die zogenaamde kanarie in die zogenaamde kolenmijn, of alles aan me blijft kleven, dat ik het gewoon niet afgewassen krijg. Dus de meningen waar ik doorgaans gewoon comfortabel mee leef, van nou, morgen is er weer een dag en het zal zo'n vaart niet lopen. Ik ben even gedwongen om daar nu heel erg mee te maken te hebben en dat valt me veel, veel zwaarder dan ik had gedacht. Mijn vertrouwde onbenulligheid heeft mij helemaal in de steek gelaten nu. Maakt me heel ongelukkig. Ook na een leuk gesprek. Zo'n hartstikke leuk gesprek met David Bezemer. Dan ga ik daar, is dat klaar? En dan denk ik, ja, hij heeft wel gezegd van, er komt wel een burgeroorlog aan. Met dat leuke, frisse uiterlijk van hem. En lekker in zijn joggingkleren. En vanmiddag gaat hij weer lekker een beetje sporten en fietsen in het Vondelpark. Maar hij heeft wel even bij mij neergelegd, als het zo doorgaat, zie ik gewoon een burgeroorlog. Dan denk ik, ik heb kleinkinderen. Die zijn pas 5. En er komt een burgeroorlog. Nou, dan ga ik alleen maar bang naar huis. Ik word alleen maar bang van dit programma. Er is eigenlijk helemaal niemand in het hele programma die mij iets troostrijks heeft gezegd.
Die heeft gezegd, het komt goed. Als je Theodor Holman leest of als je de PVV volgt en zo, dan heb je al die somberheid, krijg je. En daar sluit ik me altijd voor af. Dan denk ik altijd, nee, in die league wil ik niet leven. En nog steeds, hè? Ik wil niet daarbij horen. Maar het is ongelooflijk, misschien is dat de crisis wel, dat je eigenlijk denkt, het is gewoon heel slecht gesteld. Waar beginnen we mee? Praten. Roddelen. Roddelen, ja. We gaan even roddelen. Wie heeft er iets te roddelen? Ja, Pien. Over Amerika, die Clinton en Trump. Ik ben natuurlijk voor Trump. Jij toch ook zeker, of niet? Nee. Niet? Nee, want hij is een beetje onbeleefd. En dan, net als Hitler, vind ik. En zorgen dat mensen mogen geen... Weet je, hoe moet ik macht dat? Hebben. Precies. Ja. Als hij die macht krijgt, ja? Gaan ze alle moslims wegsturen. We roddelen, zo noem ik dat, iedere dag met elkaar. Iedere les beginnen we met roddelen. Er kunnen allerlei onderwerpen zijn, maakt niet uit waar we over praten. Maar tijdens dat gesprek is er respect voor elkaar en er wordt geen schuttingtaal gebruikt. Nooit. Dat accepteer ik niet. Het thee drinken, dat heeft een heel negatieve lading gekregen. Maar om goed met elkaar om te kunnen gaan, is contact maken met elkaar en praten met elkaar de enige manier om er een succes van te maken. Daar ben ik van overtuigd. Hitler was ook iets zo, ja. Vind ik. Hij sloot één groep uit, hè? Precies. De Joodse mensen. Waarom? Ja. Waarom? Waarom deed hij dat? Waarom nam hij de Joden? Waarom? Omdat hij ze niet mocht en omdat ze zogenaamd meer macht hadden dan andere mensen. Het hoeft niet altijd over beladen onderwerpen te gaan. Maakt niet uit waar je over praat, als je maar praat met elkaar. En als kinderen gewend zijn om hun gedachten, hun gevoelens, hun mening te verwoorden naar jou, dan doen ze dat ook als er iets vervelends is gebeurd. Na die aanslag in Parijs kwamen kinderen ook met filmpjes. Nou, die wil je niet zien. En over complotten die er zijn en dan kan je denken van, waar zijn ze mee bezig? Wat zien ze allemaal? Maar je kan er ook op ingaan. Waar heb je dit van? En geloof je dat dat gebeurd is? Waarom denk je dat? Waarom voel je dat? Maar je merkt wel, als er bijvoorbeeld een ruzie is, of een discussie of iets, en iemand wordt boos en kan zich niet onder controle houden, dat ze dan bijvoorbeeld vieze Jood of dat soort dingen zeggen. Alsof Jood zijn een belediging is. Mm. Dus ik denk dat je daaraan wel kan merken dat er wel sprake van is. Zelf je mening vormen, niet papegaaien, zeg ik altijd. Niet een mening naapen van wat je overal hebt gehoord. Op die filmpjes, van thuis, op Al Jazeera. Nee, zelf je mening vormen. Die mening is nooit goed of fout. Het is jouw mening, mag je mee doen wat je wil. Maar wel op basis van informatie en niet op basis van wat je ooit van iemand hebt gehoord. Als ik hier vandaan kom, uit deze les, ben ik enorm optimistisch. Dan denk ik, oh, kinderen wordt geleerd na te denken. Wordt geleerd met vooroordelen om te gaan, om daar gewoon oordelen van te maken. Op die plekken worden ze gevormd. En ik denk ook dat je hier een goed soort mensen vandaan krijgt. Maar dan zie ik ook weer die hangjongeren op dat plein. Die niet op deze school zitten, die op geen enkele school zitten volgens mij. En die hebben net zo'n sterk beeld bij me nagelaten. Van,
Dat komt niet goed. Dit is een groot gevaar. Mijn gevoel is dat het gevaar van de social media, wat we een beetje hebben aangeraakt, dat dat gevaar groter is dan de hoop die ik hier heb gehad. Dus ik ben eigenlijk niet vrolijk. Overal ben ik niet. Slaat de weegschaal toch iets door naar goed op blijven letten. Hey. Je hebt je angst niet in bedwang. Zoek het naar een uitweg in plaats van de ingang. Spanning, dystemie, depressie, praatsessies. Het helpt niks, dus zeg het eens, leg het eens uit. Ben je opgefokte, opgekropte kop, zorgen en morgen. Israel is a flawed democracy which enforces a degree of segregation which to me is deeply immoral. After the second or third hour of scrolling through anti-Semitic memes and, you know, videos showing Nazi stormtroopers and, you know, just horrifically aggressive racist language, you do start to get quite down about it. When the opportunity presents itself, sitting back, doing nothing, is no way of behaving. That when the Jews are in trouble, then actually we're all in trouble.